grote foto's met mensen die in 1945 de bevrijders toejuichten. Daar is geluid bij. En eigenlijk worden mensen, de wandelaars, dus die hele tienduizenden wandelaars, die lopen als het ware een sluis binnen waar die foto's staan en voelen zich even die bevrijders. Ik vind het fantastisch. Ik leef er helemaal van op om die laatste kilometers af te leggen. Ja. Het geeft wel een kick om verder te lopen, dat wel. En je denkt wel even terug aan vroeger. Nou, dan volgen inderdaad al die medailles die je hier achter ziet. Voor, dat is een meter of 120, denk ik. En aan het einde komt een klein beetje de relativering. Dat zit altijd wel een beetje besloten in mijn werk. Dan gaan die medailles gaan over in wandelmedailles. Ja, ik moet wel terugdenken aan toen. Hoe dat was. Ja, dat weet je natuurlijk niet. Maar met de foto's daar in het begin ook al. En ja, dat doet je wel. Mensen die zichzelf wegzuigen. Normaal, je is allemaal helemaal. Aan het einde staan dan ook een team mensen die allemaal een flyertje uitdelen waarop het woord held ook prominent aanwezig is. En waarin ook een beetje deze uitleg gemaakt wordt. En de clue eigenlijk van mijn, de bedoeling van mijn hele verhaal is dat in mijn ogen heel vaak het toeval of de omstandigheid bepaalt of je een held bent of wordt. En om dat toeval, die omstandigheid, te benadrukken, krijgen de helft van de mensen dat kaartje met een echte mooie pin waar het woord held op staat. Die kunnen ze opspelden, maar die kunnen ze ook als ze willen, als ze vinden dat ze zelf geen held zijn, maar in hun naaste omgeving iemand wel een held vinden, is dat een prachtig cadeautje, een onderscheiding aan die persoon die jou een held vindt. Maar we zijn allemaal helden, denk ik. Als je hier lekker de hele dag vertoeft, dan is het goed voor lijf en hart en nieren. En het is gewoon hartstikke leuk om te doen.